Schrijft Feyenoord vandaag voetbalgeschiedenis? Vanavond nemen de Rotterdammers het in de finale van de Conference League op tegen AS Roma. Niet alleen de duizenden naar Albanië meegereisde supporters wachten in spanning af. Ook in de havenstad bij de achterblijvers is het billen knijpen. Feyenoord. Hey, heel erg jammer dat we niet op de Koolsingel mogen staan. Dus dan sta jij tussen de spelers gewoon op het bordes van het stadhuis. Nou ja, dan staan je haren staan overeind. Dat is bizar. Ja, en verder gaan we er natuurlijk in de Kuip gaan we er gewoon een feestje van maken. 10 minuten voordat de wedstrijd begint, dan ga ik mijn Feyenoord en Unforgettable Cologne zingen. Het is natuurlijk niet zomaar dat je dan... ik zing natuurlijk 100.000 keer Unforgettable Cologne. Maar dit is weer zo'n buitengewoon monumentaal eikpunt in de geschiedenis van onze club. Dat doet ons hartje sneller kloppen. En je weet het, hè? Niets is sterker dan dat ene woord, Feyenoord. Feyenoord, Feyenoord. Ja, nou, een opperfan hier, een monumentaal eikpunt, noemt Litouwers het. Zou je het ook zo omschrijven? Dat hij iedere keer van stal wordt gehaald, hè, Litouwers? Ja, je moet een beetje de tradities en de grootheden op een voetstuk hijsen, toch? Maar ben je het met hem eens wat hij zegt over dat het voor de club een eikpunt is in de geschiedenis? Ja, het is wel een heel belangrijk punt. Het is de vierde Europese finale van Feyenoord, dus 20 jaar geleden. En wat hij ook al zei, wat ook jammer is, is als het zou lukken dat het dan niet gevierd mag worden op de Koolsingel. Waarom is dat eigenlijk? Dat heeft weer te maken met veiligheidsmaatregelen. Dat was natuurlijk ook al bij Ajax, bij de huldiging. Personeelstekorten weer. Ja. Goed, en Abu Talib zelf zit op dit moment ook in Tirana. Het is een heel belangrijk moment voor het Nederlandse voetbal en voor Feyenoord. En het zou inderdaad fantastisch zijn als het zou lukken. En hoezo voor het Nederlandse voetbal in het algemeen? Nou ja, Ajax heeft natuurlijk in 2017 wel de finale gehaald van de Europa League. Toevallig ook tegen een andere club van Mourinho, toen tegen Manchester United. Dat is toen niet gelukt. Ajax zat er heel dichtbij in 2019. Dat is toen in de halve finale gestrand. Ja, Nederlandse clubs halen niet zomaar een finale van een Europees toernooi. Wij willen toch heel graag een beetje verzorgd voetballen. En vaak lopen we dan tegen tegenstanders aan die heel effectief spelen. En nou ja, laten we hopen dat dat vanavond niet gaat gebeuren. Hoe kan het dat het Feyenoord nu wel gelukt is? Staat alles gewoon op groen bij die club? Werkt alles nu? Het zit heel erg mee. En de rol van de coach is ook wel heel belangrijk geweest. Er is een nieuwe coach gekomen, Arne Slot. Toen hij kwam, stond iedereen een beetje sceptisch daar tegenover. Van, gaat het hem lukken om zoveel te veranderen bij Feyenoord? En er is een heel goed transferbeleid gekomen. Er zijn meteen eigenlijk wel 5 nieuwe spelers gekomen die allemaal een toegevoegde waarde hadden. En het klopte inderdaad. En het zat ook mee op bepaalde momenten. In de halve finale tegen Marseille, waar Feyenoord op gelijkspel speelde en waar het inderdaad ook 0-0 bleef. Dus het klopt dit seizoen allemaal. Het valt in elkaar. De afstand tot Ajax, waar veel meer geld zit, is nog te groot in de competitie. Maar Europees heeft Feyenoord zich echt weten op te richten. En dat is geweldig. En stel nou ze winnen, hè, erop vooruit lopen. Ik wil natuurlijk straks van je horen of ze echt daadwerkelijk kans maken. Maar als ze nou winnen en je zegt ze krijgen weer extra geld, betekent dat ook iets voor onze eigen Nederlandse competities? Bijvoorbeeld in de Eredivisie, dat ze weer meer geld hebben om extra spelers aan te kopen. Nou, ze zijn al zeker, ook al zouden ze de finale verliezen, van een startbewijs in de Europa League. Dat is 1 niveautje hoger. Mm-hmm. En dat betekent al meteen dat je gewoon een aantal grote wedstrijden gaat spelen. Dat betekent al dat je al kunt vooruit spelen op budget ook wat je gaat krijgen. Dus Feyenoord kan echt stappen gaan zetten. En het mooie is eigenlijk van deze hele Europese tour die ze nu hebben gehad. Al die spelers zijn individueel beter geworden, maar ook veel meer waard geworden. Ja. Dus Feyenoord heeft nu op het veld veel meer staan. En daar zullen zeker al 2-3 spelers van verkocht gaan worden. Helaas, want zo werkt het ook een klein beetje. Ja. Dat Nederland nog een kleine competitie blijft vergeleken met andere landen. Dus dat gaat Feyenoord ook weer heel veel opleveren. En daar kunnen ze ook weer nieuwe investeringen voor doen. Dus dit is wel iets waar Feyenoord wel een aantal jaren op kan teren. Laten we het even hebben over de keeper. Bijlo, want dat is een bijzonder geval. Hè? Veel geblesseerd geweest afgelopen seizoen. Veel pech gehad. Ja, Rotterdam. Ja, en echt een goede keeper. Hij is in potentie de beste keeper van Nederland. Maar hij is inderdaad heel veel geblesseerd geweest. Hij speelde half maart zijn laatste wedstrijd. Dus nu 2,5 maand later. Dat is wel het gekke. Hij gaat eigenlijk een beetje zonder wedstrijdritme straks die finale keeper. Want hij speelt hem vanavond. Ja, hij gaat gewoon keeper vanavond. Ja. Hij heeft de hele week al meegetraind. Slot, de coach, is lovend over hem. Maar als er maar... Ja,
een positie is op het veld waar dat zou kunnen, is het de keeper. Als speler moet je gewoon echt een wedstrijd hebben gespeeld voor je dat je zo'n grote finale kunt spelen. Dus ja, dat is heel belangrijk dat hij er vanavond bij is. Dat geeft gewoon iedereen, ook in de defensie, gewoon meer zekerheid. Dus, en ja, een beetje pech dat zijn vervanger was niet goed genoeg de afgelopen twee maanden. Ik hoor van Feyenoorders dan die zeggen, maakt het wel echt mooi af dat hij erbij is. En dat geeft een extra lading aan die wedstrijd ook weer. Ja, Feyenoord kan dus eigenlijk op volle oorlogsterkte vanavond gaan spelen. En dat is wel heel prettig als coach, dat je tactisch plan daarop kunt afstellen. Ja, ze hebben alleen wel een tegenstandertje en met nogal een intense coach. Ja. Met een winnende coach, zou je kunnen zeggen, Mourinho. Ja, José Mourinho was natuurlijk eigenlijk jarenlang een hele grote coach. Hij zat bij Real Madrid, bij Chelsea, bij Inter. Daar heeft hij ook meerdere malen de Champions League gewonnen. Nu is hij ietsje afgegleden naar clubs als Tottenham en nu bij AS Roma. Maar hij is iemand die kan spelers raken. Dat heeft hij eigenlijk altijd gedaan. En die komt met waarschijnlijk weer een tactisch plan. En sowieso, Italiaanse clubs zijn ook clubs die gaan een beetje straks het tempo uit de wedstrijd halen. Die gaan een beetje tijd rekken. Die gaan duels opzoeken. Daar moet Feyenoord allemaal proberen een beetje uit te blijven. Maar Mourinho heeft iets waar Feyenoord op bedacht moet zijn. En hij heeft nog nooit de finale verloren, begreep ik ook. Hè? Vier keer een Europese finale gespeeld, alle vier gewonnen. Ja. Maar van de andere kant, Feyenoord heeft er drie gespeeld en ook drie keer gewonnen. Dus daar kunnen wij als Nederlanders ons weer aan vasthouden. Dus eindvraag, hoe groot is de kans dat ze winnen? Daadwerkelijk de eerste winnaar van de Conference League worden? Ja, dat is de eerste editie van de Conference League. Het is ongeveer 50-50. Maar laten we hopen dat Feyenoord, zeker door die uitwedstrijd in Marseille, dat ze het een beetje op een gelijkspel willen te houden. Penalties, het zou wel mooi zijn vanavond. Gelijkspel, oké. Dus dan hier. En dan winnen. Dan winnen. Fijn. Oké, dankjewel. Nou, laten we het hopen inderdaad van Feyenoord.